Handboogschieten lijkt, sinds het succes van de Nederlandse ploeg op de Olympische Spelen, steeds populairder te worden. Maar is het ook zo in Rotterdam? Vereniging USV in de Beverwaard kampt al langer met een wachtlijst. Ik ben begonnen direct na de eerste Lord of the Rings film. En ik ben ermee begonnen omdat een goede kennis van me destijds wilde gaan boogschieten, maar niemand had om mee te boogschieten. En dat vond ik wel leuk, dus ik had zoiets van, ja natuurlijk, iedereen wilde toen Legolas zijn. Of in ieder geval net zo goed kunnen schieten. Na de Olympische Spelen zijn er wel wat meer aanmeldingen gekomen voor de cursus. Maar wij merken vooral een stijging in het aantal aanmeldingen als er een boogschietfilm uitgekomen is. Ik ben 9 jaar geleden begonnen met sport, in 2012. Ik kom dan terug op Polen. Daar heb ik het Wereld Jeugdkampioenschap gegoten. Het ging wel goed, ik had er meer verwachtingen van. Individueel ben ik 33ste geworden. Met het team ben ik 9e geworden en met het mixteam ben ik ook 9e geworden. Ik vind zelf dat er meer in zat, maar ik ben ontzettend blij met de resultaten. Wat zo gaaf is aan Jelle, is dat hij hier is begonnen als jeugdschutter. En dat hij helemaal zelf zijn eigen plan heeft getrokken en richting de top. Ik heb bewondering voor hem, omdat hij alles wat hij bereikt heeft, heeft hij helemaal zelf gedaan. Dat is echt zo gaaf. Ja, de sport is zeker wel geschikt voor iedereen. Je hebt hartstikke veel klasses in onze sport. Voor iedereen is er wel een boog op maat om te proberen en om te schieten. Wat veel mensen niet weten is dat handboogschieten veel ontspanning biedt. Zo ervaart ook Clarissa. Omdat ik het een hele rustgevende sport vind, waarbij je echt full focus, je concentreert op één doel. En je moet vooral je lichaam heel erg onder controle houden en dat helpt met je mindset ook om alles rustig te houden in het dagelijks leven. Je hoeft geen talent te hebben voor boogschieten, want het is vooral iets wat je kan leren. In sommige landen zijn gewoon veel beter in het boogschieten dan de gemiddelde Nederlandse ploegen. En dat komt omdat ze al heel jong kinderen aan het scouten zijn. Het weerhoudt Jelle er niet van om te gaan voor zijn toekomstdroom. Wereldwijd succes. Ik hoop zelf nog heel veel medailles te bereiken met het Nederlands team en mogelijke uitzendingen in de toekomst. En wie weet hopelijk nog een wereldkampioenschap.